Marco, bij rust had het 2-0. Uiteindelijk wordt het 2-2 en moet je wellicht blij zijn met 1 punt. Vind je dat ook? Ja, inderdaad. Ik vond ons de hele wedstrijd niet echt goed spelen. Je scoort er wel 2 eerste helft, dan ga je natuurlijk perfect de rust in. Maar 2e helft geef je het volledig uit handen. Ze scoren er 2. Mogen blij zijn inderdaad dat er 2 waren. Want we werden gewoon helemaal overlopen. Als je de eerste helft met 2-0 voor staat, dan mag je dat niet meer weggeven. En dat hebben we wel gedaan. Hoe verklaar je dat? Is dat omdat Heracles nog veel meer aanzette? Of was het gewoon omdat jullie het in de tweede helft kwijt waren? Ik vond dat wij het gewoon niet heel goed deden. We kwamen steeds te laat. Overal waren we tekort. En dan ga je achter de feiten aanlopen op een gegeven moment. En dan, zodra wij de bal hadden, hadden we gelijk balverlies. Waar we Heracles gewoon heel goed druk zetten. Maar wij het gewoon slecht deden. Wij speelden helemaal niet goed. Je kan wel met 2-0 voor. Dat heeft wat met kwaliteit te maken. Maar de tweede helft, vind ik, hebben we helemaal niet meer gevoetbald. En als je niet voetbalt, dan roep je dit over jezelf af. Je zag na de 2-2 dat we toen opeens weer intentie hadden om vooruit te voetballen. Ja, dat moet je altijd hebben. En dat hebben we nagelaten. Ja, hoe kwam het dat Heracles eigenlijk in die tweede helft helemaal terugkwam? Was dat de kwaliteit van Heracles die goed speelde? Of lag het ook vooral aan je eigen ploeg? Beide. Ik vind dat de jongens het goed gedaan hebben. Alleen wij hebben het gewoon niet goed gedaan. Wij hadden zelf moeten blijven voetballen. En er kwam zoveel ruimte op dat veld. En daar hebben we gewoon geen gebruik van gemaakt. Was het hetzelfde gevoel wat je afgelopen woensdag misschien had in het veld? Dat je gewoon, ja, de bal, als je die had, raak je hem snel kwijt. Een beetje de machteloosheid? Ja, nou, ik vond het vandaag nog machtelozer. Ik vond het vandaag echt heel slecht spelen. En Heracles heel goed, de tweede helft. Dus uiteindelijk mogen we blij zijn inderdaad met een punt. Hoe verklaar je dat jouw ploeg iets van 7-8 wedstrijden zo hoog niveau acteert en dan de laatste 2 wedstrijden gewoon het af en toe helemaal kwijt is? Nou, er is geen ploeg, misschien zelfs ter wereld, die 34 wedstrijden op een hoog niveau speelt. Er zitten altijd wel iets mindere wedstrijden tussen. En dat hebben wij nu in 3 dagen tijd gehad. Heeft ook nog te maken met waar ze normaal gesproken gewend zijn, een grote sterke spits die daarvoor in staat, dat die ontbreekt? Ja, ik weet het niet. Het is geen wetenschap wat wij beoefenen. Dus ik weet het niet. Het is natuurlijk wel zo dat Mike die 2 wedstrijden niet heeft meegedaan. Maar of dat de oorzaak is, durf ik niet te zeggen.